Ik geloof niet dat jij deze video kunt liken met een duim naar beneden. Wacht. Wat? Laat me nog een keer zeggen. Je liked de video met je duim naar beneden. Is onmogelijk. Nee, serieus. Kom op, man. Je kunt toch niet... Als dit je duim is, dan kun je toch niet een like doen. Je ziet dat match niet. Dat kan helemaal niet. Dus ja, ik daag je uit tot iets wat onmogelijk is. Misschien een beetje flauw van me, maar ik doe het lekker toch. Mijn naam is Job, a.k.a. de Tuber. En op het internet maak ik filmpjes. En als jij nieuw bent op mijn YouTube-kanaal, dan zeg ik gegroet. Leuk dat je er bent. Abonneren, dat mag. Maar voel je vooral niet verplicht. Voel je verplicht? Nee, voel je niet verplicht. Ik maak van alles. Ik doe Roblox. En soms, ook wel leuk om te vertellen, doe ik Roblox. Maar dat is dan wel wanneer ik geen Roblox doe. Tenzij, en dat is alleen echt op hele speciale gelegenheden, ik Roblox doe. Maar dat is dan niet in de vakantie, want dan ben ik echt te druk bezig met Roblox. Dus, Roblox. Ja, leuk. Ik ga er weer iets grappigs van maken, denk ik. Ik ga proberen mijn best te doen in ieder geval. Ik dacht bij mezelf, weet je wat nou echt een leuke vraag is? Vind ik echt een hele leuke vraag om jullie te stellen. Stel je nou eens voor, jij zou voor één dag iemand anders mogen zijn. Wie zou jij dan één dag willen zijn? Eén dag, 24 uur. 24 uur iemand anders. Wie ben jij dan? En de reden tot deze vraag is omdat ik namelijk laatst een video keek van mensen die altijd roepen dat ze een ander willen zijn. Terwijl ze eigenlijk geen idee hebben hoe het leven van een ander eruit ziet. Maar puur omdat ze weten dat een ander bijvoorbeeld iets heeft wat zij niet hebben, dat voor hun al de doorslag heeft om een ander te willen zijn. En dat is voor mij niet zo of zo. I don't know. Zeg maar, ik denk dat op het moment dat je beseft dat een ander, hoe jij iemand ziet dan als een ander, helemaal niet per se is hoe een ander daadwerkelijk heel zijn leven leidt. Zeg maar, je kunt iemand zien die de loterij wint. Right? Ik bedoel, iemand wint de loterij en die is in één keer superrijk. Die denkt, woe, ik heb geld. Flappen, cash, money. Dan kun je misschien in jezelf denken, yo, ik zou deze persoon echt wel willen zijn. Dat is gewoon, dan heb ik geen stress. Dan heb ik gewoon het beste leven ooit. Maar stel je nou eens voor, die persoon die is gisteren zijn hond kwijtgeraakt. Of die heeft gisteren per ongeluk zijn auto tegen een muurtje gereden. En dat zijn nog maar hele simplistische voorbeelden. Misschien dat iemand zich helemaal niet lekker voelt of ziek is of wat dan ook. En daarom denk ik van, probeer vooral niet bezig te zijn met van, oh, was ik maar een ander en wat voor tof leven zou ik dan wel niet hebben. Maar probeer bezig te zijn met je eigen leven. En met de manier waarop je die misschien beter kunt laten zijn. Of misschien als die al heel goed is, dat lekker vast te houden. I don't know. Ja, in ieder geval even iets heel anders. De vorige keer zei ik tegen jullie van, zullen we eens kijken wat er gebeurt als we gewoon iets kopen waarmee we 10 stages skippen. Dat ga ik nu doen. Jongens? Ik ben nu bij stage 10, staat er. Ik ben 60 stages terug geteleporteerd. Terwijl ik nog wel hier sta. En een vliegende wolk dan? Werkt dat wel? Oké, een vliegende wolk werkt wel. Maar is dat niet? En als ik dan hier ga staan? Uh-oh. Oh jongens, ik heb een probleem. Als ik nu afga, even serieus, dan moet ik waarschijnlijk weer opnieuw beginnen bij stage 10. Want de checkpoints die doen het namelijk ook niet meer. Ah, dat is waarschijnlijk de reden waarom deze game zoveel dislikes heeft. Dat is echt serieus probably de reden waarom deze game zoveel dislikes heeft. Omdat mensen namelijk dachten bij hunzelf, oh, als ik 10 stages koop, dan krijg ik gewoon extra 10 stages erbij. En dan hoef ik dus 10 levels niet te spelen. Maar in plaats daarvan teleporteert het level jou letterlijk gewoon 10 stages vooruit. Oh, wat is dit erg, jongens. Oh, zeg maar niet vooruit, maar eigenlijk achteruit. Hij teleporteert jou terug naar stage 10. Oh. What am I doing to myself? Oké, maakt niet uit, guys. Ja, ik zou zeggen, laten we verder spelen. Ik neem aan dat ik juist de rode dingen niet mag aanraken. Nu is het zeg maar een nog veel grotere missie om niet af te gaan. Dat is echt nu een major task gewoon. Als wij nu namelijk afgaan, dan weten we bij onszelf dat we echt een heel stuk opnieuw moeten doen. Dus ik ben ook uiterst geconcentreerd om geen fouten te maken op dit moment. En juist wanneer je te veel geconcentreerd met iets bezig gaat, is het vaak het moment waarop je ook te zenuwachtig wordt voor het maken van fouten. En dan gaat het vaak juist fout. Dat is een beetje hoe het menselijk brein werkt, I guess. Oh jongens, het is zo unsatisfying. Er staat dat ik bij level 10 ben, maar ik ben eigenlijk al veel verder. Dit is niet goed, guys. Dit is serieus niet goed. Ik kan wel VIP kopen. Dat is wel iets wat ik... Kijk, er staat zeg maar in beeld dat als je dit al langer dan 20 minuten speelt, dat je gratis mega VIP krijgt. Zeg maar, normaal moet je mega VIP kopen voor Robux. En als je 10 minuten speelt, staat er nu dat je normaal VIP krijgt. Nou, voor zover ik weet, heb ik in totaal al meer dan 10 minuten in deze obby doorgebracht. Dus dat zou betekenen dat ik gratis VIP zou moeten krijgen. Dat klinkt realistisch, maar dat is het niet. Zeg maar, of het klinkt onrealistisch, en dat is het waarschijnlijk ook. Want ik kan me niet voorstellen dat het echt gebeurt op een of andere wijze. En waarom ga ik niet af? Zeg maar, ik ben er blij mee, begrijp me niet verkeerd. Maar het maakt me ook wel een klein beetje bang. Want dat geeft mij namelijk het gevoel
voordat als ik zo meteen wel afga, dat ik dan letterlijk weer helemaal opnieuw moet beginnen bij stage 10, waar ik ongeveer 2 afleveringen geleden was. Oh jongens, dit is echt heel erg naar. Ik probeer gewoon mezelf in de goede vibe te houden. Ik probeer mezelf te motiveren. Dat is denk ik ook heel belangrijk, om jezelf gemotiveerd te houden. Zeg maar, je kunt er wel altijd van uitgaan dat andere mensen jou motiveren om iets te doen of iets te halen. Maar eigenlijk ben jij zelf degene die continu moet proberen jezelf kracht toe te dienen om iets te halen, weet je wel? In ieder geval, dat even terzijde. Ik ben echt gewoon zo zenuwachtig, ik wil niet vallen. In feite zou ik natuurlijk nu wel gewoon... Dat is misschien, eigenlijk is dat best wel grappig, zeg maar, er is iemand in dit spel en die is bij level 177. Dat is echt gewoon kei ver. Ik zou hem op zich kunnen inhalen met mijn vliegende wolk. En dan is hij waarschijnlijk echt zo van... Wat? Weet je wel? Het is op zich best grappig. Like, hij verwacht het niet. Hij gaat echt niet verwachten dat ik ineens langs hem kon vliegen. Maar ja, dat is ook weer niet helemaal eerlijk. Er zijn ook verschillende soorten speed dingen die ik kan kopen. 25 speed bijvoorbeeld. Maar ja, daar heb ik denk ik niet heel erg veel aan. Ah, wacht, ik zie het al. Ik ben gevallen. Ik was heel erg anders op aan het letten. Oké, kom ik nu inderdaad weer bij stage 10 uit? Ja, hè? Oh, dit is echt heel erg, guys. Ik ben waarschijnlijk nu weer bij stage 10. Ja. Oh, jongens, wat naar. Oké, maar wacht. Nu kan ik natuurlijk wel wat leuke dingen proberen. Ik kan bijvoorbeeld een raket kopen. 400 Robux voor een raket. Oké, dat is serieus heel erg duur. Wij kunnen onszelf nu wel in één keer naar stage 100 krijgen. Maar dat kost dan 125 Robux. En ik was... Was ik eigenlijk al bij stage 100? I don't know. Weet je wat? We gaan het gewoon proberen. Stage 100. By now... Jongens, are you serious right now? Als ik nu naar beneden val, word ik dan wakker in stage 100? Het zou kunnen. Het zou serieus kunnen. Dan heb ik het een soort van weer goed gemaakt. Daar ben ik misschien al wel geweest, maar dan ben ik alweer iets verder dan ik eerst was. Ja, nice. Ik ben op een of andere manier bij stage 100 uitgekomen. Oh, dit is zo erg. Nu ben ik in ieder geval wel weer verder dan stage 10. Dat is positief. Stage 101. En wat als ik gewoon elke keer 5 stages skip? Oeh. 80 Robux. Oké, dat is best wel prijzig. 80 Robux en dan ben je 5 stages verder. No way. Eigenlijk is het gewoon... Net zoals in het echte leven is sparen belangrijk. Tenminste, dat is, misschien moet je dat advies niet van mij te horen krijgen, maar van iemand die het echt kan. Maar alsnog, ik moet proberen mijn Robux denk ik op te sparen. En niet uit te geven aan alle dingen die er leuk uitzien. Oh, kijk, een fidget spinner. Nee. Nee, niet op die manier dus. Eigenlijk heb ik denk ik wel een manier om gewoon in één keer bij het einde van deze obby te komen. Het is wel een best wel sneaky manier. Maar wat nou als ik nog een keer die vliegende wolk koop? En ik ga er gewoon op zitten. En ik ga gewoon letterlijk in één keer naar het einde van de obby vliegen. Zou dat werken? Want waar is het einde van de obby? Meestal is die boven ergens, right? Is dit het? Ik denk dat dit het is. Is dit het einde? Nee. Dit is niet het einde. Want vanaf hier moet je namelijk naar het volgende platform springen. Wacht, misschien is dit het einde. Misschien is de minion wel het einde. Oh gosh, guys. Ik wil hier sowieso even een kijkje nemen. De ubernoob. De minion is een zogeheten ubernoob. Ah, jongens, kunnen we niet een leukere naam voor hem bedenken? Bedenk een leuke naam voor de minion in de comments, guys. Oh nee, wacht, ik zie het al. Ik zie denk ik al waar het einde is. Je moet via deze trap omhoog. Je bent bij een regenboogtrap. Vervolgens ben je bij deze trap. Je loopt rechtdoor. Ik zie het. Jongens, oh, dit is echt heel erg. Ik ga denk ik als allereerste persoon bij het einde komen in heel deze obby. Terwijl andere mensen bij level 180 zijn en nog niet eens het einde hebben gezien. Het is niet vals spelen. Zeg maar, vals spelen zou zijn dat ik echt letterlijk een cheat invoer of zo. Maar dat doe ik niet. Ik heb letterlijk gewoon iets gebruikt wat je in de server kunt kopen. Met name omdat ik niet van plan ben om 20, 30 video's te maken van hoe ik deze obby speel. Oh jongens, ik zie de mega fidget spinner al. Ah, ik zie hem letterlijk eraan komen. 3... 2, 1, drop myself. Dit, guys, is de allergrootste fidget spinner in Roblox. En dit is best wel awesome. Eigenlijk moet ik daar wel even een toepasselijk gezicht bij hebben. Een gezicht wat mijn reactie beschrijft als ik in het echte leven zo'n grote fidget spinner zou zien. Zou ik al deze gezichten na kunnen doen? En deze. En deze. En deze. En deze. En deze. Het zijn echt best wel leuke gezichten. Nou, guys, ik ben op zich best wel happy. Wat ik op zich ook zou kunnen doen. Ik moet eigenlijk gewoon iemand in de maling nemen. Ik moet proberen iemand te vinden die aan het spelen is. Dat zou echt awesome zijn. Ik moet proberen... Daar. Ik zag 2 mensen vallen. Ik ga proberen gewoon letterlijk iemand in de maling te nemen. Ik ga iemand een klein beetje trollen. Is er iemand? Ik zag hier net iemand naar beneden. Hier is iemand. Oké, let op, guys. Het is echt heel naar wat ik nu ga doen, hè. Ze is weer gevallen. Ik ga letterlijk een zwaard erbij pakken. Oh, 250, dat is wel heel erg duur. Hoe duur is een zwaard? 50 Robux. Oké, let op, guys. Ik heb nu een zwaard en ik ga kijken of ik haar ermee in kan maken. We gaan haar volgen.
Let's go. Kan het? Het kan niet eens. We kunnen haar niet in... Waar? Wat is dan de bedoeling van een... Oké, dit is een battle, jongens. Wie wint er? Jongen versus meisje. Op een super dun platform. Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen, guys? Oh! Wie gaat er winnen? Wie denken jullie? Spam het in de comments, jongen of meisje. Oh, ze is best goed. Ze is echt super goed. Oh, yes! I won! Oh, jongens. Oké, eigenlijk is het best wel flauw. Vonden jullie dit nou een leuke video? Uh-oh. Doe dan een like. En ik zeg adios.